gemeente Beverwijk heeft vanaf 2024 een nieuw parkeerbeleid. Het centrum van Beverwijk bestond tot nu toe uit 4 betaalde parkeerzones en meerdere blauwe zones. Dit wordt allemaal 1 zone waar betaald parkeren geldt. Goed om te weten, in Wijk aan Zee en rondom de bazaar veranderen de betaalde parkeerzones niet. We duiken dieper in het betaald parkeren. In het centrum van Beverwijk is betaald parkeren op de zaterdag weer ingevoerd. En daarnaast zijn de eindtijden voor betaald parkeren ook veranderd van 6 naar 7 uur. Een uitzondering hierop is het gebied rondom het Kennemertheater, waar betaald parkeren tot 10 uur geldt. Op zon- en feestdagen blijft parkeren gewoon gratis. Dan de tarieven op straat. Er geldt vanaf 2024 een gedifferentieerd parkeertarief. De eerste 4 uur betaalt u een tarief van €1,55 per uur. Daarna verandert het tarief naar €3,05 per uur. Op woensdag en zaterdag parkeert u de eerste 2 uur gratis, maar dan moet u zich hiervoor wel aanmelden bij de automaat of met uw parkeerapp. Doet u dat niet, dan riskeert u een parkeerboete. Dan iets heel anders. Centrumbewoners kunnen vanaf 2024 ook een nieuwe bezoekersregeling aanvragen. Daarmee kan bezoek voor maximaal 200 uur parkeren tegen een gereduceerd tarief van 25 cent per uur. Wie de regeling later in het jaar aanvraagt, krijgt naar rato minder uren, maar betaalt daarvoor ook een evenredig lagere aanschafprijs. En kun je ook nog gratis parkeren? Zeker, namelijk op de volgende locaties. Parkeerterrein Wijkerpoort, achter het station. De Kop van de Haven, aan de Parallelweg. Parkeerterrein Akeren Damlaan, tegenover het Nova College. PNR Wijkermolen, voor wie ook de trein neemt. Het Marlo-terrein, een privaat terrein met een blauwe zone. En de parkeerplaats schuin tegenover het Kennemertheater. Heeft u vragen over de aangepaste tijden, locaties van de gratis parkeerplekken en of de tarieven? Bel dan de gemeente op 0251 256 256 of kijk op www.beverwijk.nl/parkeren.